De uitdaging voor ons is gewoon om te zien hoe wij kunnen in een, in een, in een zeer effectieve manier samenwerken met uh, andere mensen van, uh, vanuit andere delen in de wereld om, om, om de belangrijkste vragen te kunnen antwoorden. Ons lab werkt op ziektes zoals Alzheimer en Parkinson, en in deze ziektes wat gebeurt is dat bepaalde eiwitten samen klonteren. Deze ziektes zijn al 200 jaar bekend, ja. maar wij weten nog steeds niet wat de oorzaak van de van de ziektes zijn. Dus we hebben een vermoeden dat deze eiwitklonten klonten eigenlijk een rol spelen. Ze zijn heel erg klein, ze zijn echt op de nanometer en ze zijn tot nu toe eigenlijk het was onmogelijk om die af te beelden. Nou, om dat te kunnen doen, heb je die nanotechnologie, die, die, de ontwikkelingen van de nanotechnologie nodig. En waar wij bezig zijn, is, is echt op deze schaal kijken, hoe komen deze eiwitten bij elkaar? Hoe, wat is de wisselwerking bijvoorbeeld met een celmembraan of een, of een synthetische membraan? Want daar gebeurt het. Ja. In een cel komt, kom, komt een eiwit de, de eiwitten gaan klonten. Wat dan? Ja. Die, die, die cellen gaan dood. Maar hoe, hoe gebeurt dat? Ik denk dat over een jaar of vijf, tien, uh, dan hebben we veel meer informatie waar wij ook nog gericht kunnen, uh, kunnen ingrijpen qua medicijnen. We begrijpen gewoon niet wat, 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 wat hier gebeurt. In de eerste fase, wanneer wij denken over nanotechnologie, hebben wij gedacht over de computers en de PC's. And en om deze chips te maken is een forse investering uh, nodig, ja, op de miljarden euro's of zo. En dat was niet te doen in alle landen. Maar wat je ziet met nanotechnologie is dat er is ook er is een andere tak van nanotechnologie. En dat is eigenlijk vrij chemisch of biologisch. Uh, en daar heb je niet zoveel investering nodig. Ja. Je kunt ook nog heel goed nanotechnologie doen op basis van slimme chemie of slimme biologie. Wat is belangrijk, is de vraag. En, en er zijn een heleboel vragen. Belangrijke vragen die komen vanuit de ontwikkelingslanden, laat maar zo zeggen. Hè. Waar is het probleem met zout met water? Dat is niet in Nederland. Hè. Het is, het is in, in India of in Afrika. Hè. En daar moet ook nog die oplossingen komen. Het is ook, kijk, je moet even oppassen dat dat niet een oplossing die bedacht is in de westerse wereld en dan die wordt gedropt in een in een in, in een ontwikkelingsland waar de mensen niks aan hebben want dat is dat is bedacht uit onze technologieën en onze dat, dat werkt niet ja je moet eigenlijk lokale technologie gebruiken de lokale vraag uh, te oplossen. Nanotechnologie kan dat wel mogelijk maken Juist omdat ik zei, uh, zoals ik zei, dat, dat een heleboel van dit soort soft nanotechnologie eigenlijk vrij simpel is. Ja? En dat kan je eigenlijk in de chemie of in de biologie, dat kan je eigenlijk vrij simpel ter plekke en met lokale materialen die oplossingen uh, zien te vinden. Nou, ik pleit zeker voor dat wij moeten eigenlijk die mensen ook nog meenemen in onze reis, of uh, in die in de avontuur in de, in de nanotechnologie. Dat wil niet zeggen dat zij niet nu al meedoen, zij doen al mee. Maar kijk, er zijn heel veel slimme mensen in deze landen en zij denken ook mee. Dat kan eigenlijk overal in het wereld gebeuren. Ja, of dat in Bangalore is, of, of, of in Afrika, of in, in de labs in Nederland of in de VS. Ja. Dus die, 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 die kansen zijn erg groot. En dat komt linksom of rechtsom, ook in de ontwikkelingslanden. <coughs>